ik ben vandaag afgereisd naar Delft om de laureaat van de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs 2015 te verrassen met goed nieuws. En de prijs gaat naar een van de belangrijkste architecten van dit moment. Haar gebouwen zijn wereldwijd te bewonderen, maar zeker ook in Nederland. Hier in Delft is onlangs een aansprekend gebouw van haar hand geopend. Een plek waar duizenden mensen dagelijks van genieten, want het is namelijk het nieuwe station. Sinds de oprichting van haar bureau Meccano in 1984 behoort de laureaat van de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs 2015 tot de absolute topgroep van architecten. Internationaal en ook nationaal. Haar werk kenmerkt zich doordat zij een combinatie maakt van leefbaarheid en functionaliteit. Zij maakt de gebouwen mooi en prettig om in te zijn. Ze heeft oog voor details en ze gebruikt prachtige materialen. Haar werk is in feite een combinatie van esthetiek, gastvrijheid en vriendelijkheid. En dat maakt het zo bijzonder. Niet alleen ontwerpt zij prachtige, leefbare en heel bruikbare gebouwen, ze publiceert ook in bladen. Ze geeft lezingen overal ter wereld en ze was ook al eens zakenvrouw van het jaar. Francine Hoebe, dat is de architect waar ik het over heb. Zij is op dit moment aan het werk bij haar bureau Meccano en ik ga haar nu verrassen om haar het grote nieuws te vertellen. Goedemorgen, mevrouw Hoebe. Goedemorgen. Francine, ik ben Adriana Esmeijer, directeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Ineens kwam iemand met een bos bloemen binnen en ging mij toespreken. Het Prins Bernhard Cultuurfonds, Francine, reikt elk jaar een oeuvreprijs uit aan personen of instellingen die zich op buitengewone wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de cultuur of de natuur. Aan de prijs is €150.000 verbonden. En dit jaar, mag ik jou vertellen, gaat de prijs naar jou. Ik ben heel blij en ook lekker champagne op de vroege ochtend. Maar ook stil, ik moet het nog wat om door laten dringen, denk ik. Maar ik vind het heel eervol. De prijs gaat naar jou vanwege jouw jarenlange verdiensten voor de internationale architectuur. Nou, zoals ik u net al zei, het is dus een bedrag van €150.000. De helft daarvan is vrij besteedbaar. En het andere deel krijg je geschonken in de vorm van een fonds op naam, waarvan je zelf de naam en de doelstelling mag bepalen. Daar moet ik over nadenken. En ik heb natuurlijk ook iets met bibliotheken. Dus daar moet ik eens. Maar ik vind wel iets doen wat voor het publiek is. Dat wil ik graag doen. Koningin Maxima zal jou de prijs overhandigen op 30 november. Mag ik je van harte feliciteren? Ik vind ook dat ik heel erg privileged ben dat ik dit werk mag doen. Dat je daar nog een prijs voor krijgt, ben ik echt stil van. Dat vind ik heel ongelooflijk eervol. Ja.